Hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboek. Want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag donderdag, de 29ste van de 8e 2024. En we leven om 2 minuten over 1. Ja. En de wacht is weer op onze Willy, want die komt ook zometeen weer. En dan gaan we een bakje koffie doen. Dan ga ik met meisjes uit. En ik krijg het vandaag weer lekker druk, heb ik al vannacht gemerkt. Want ja, ik heb weer een e-mail binnengekregen van mijn liefdallige dochter. Tenminste, meerdere e-mails. Dat ik ga haar weer even helpen om weer vlogs in elkaar te zetten. Ja, en dat was ik gisteren niet toe in staat. Ik heb er eentje gemaakt voor mezelf en dat ga ik ook straks doen. En daarna voor Karin ga ik aan de slag en dan zullen we het beleven waar we blijven ermee. Ja. En ik ben nog steeds super blij met mijn nieuwe spullen natuurlijk. Ja, mijn nieuwe tafeltjes, mijn nieuwe bank en mijn nieuwe blauwe stoel. Nou ja, die past nou mooi bij me, hè. Ja, helemaal top. Dus ik ben helemaal blij mee, lieve vrienden. Ja. Enkel, ja, hij is natuurlijk veelmaal kleiner, dus ik kan mijn tarotkaarten en mijn heksenkaarten niet op tafel zetten. Nee, dan wordt het zo vol. En het kan er ook niet op het tafeltje eronder, want de doosjes zijn te hoog. Ken je dat? Ja. Ja, het zou wel kunnen, maar dan moet ik om de kaart een hele stiekje doen. En dat vind ik weer zonde. Ja, dat vind ik weer zonde. Ik kan wel het kleinste tafeltje eronder uithalen en het daarop zetten en dan aan de kant zetten. Maar dat vind ik ook weer zonde. Dat hoort bij elkaar. En nou heb ik op het tweede tafeltje heb gewoon mijn afstandsbedieningen en mijn telefoon leggen, mijn mobiel. Ja, dat dus. Dus ja, ik ben er mee in mijn zes. Ik ben er helemaal mee in mijn zes. Dan kan je ook wel zeggen van ja, maar je kunt die kaarten er ook uitleggen, maar met stoten of wat dan ook. Dat is het boekje, nou ja, die hoeft er niet bij, maar hoppa. Nou, laat ik dat jullie even zien. Dat zal er wel onder kunnen. Dat kan ook inderdaad met gemak. En dan kan ik er verder, ja, het zou misschien kunnen, maar dan moet ze verder ook leggen. Maar ik denk dat ik het dan, nou, ik weet het nog niet hoe ik dat wil hebben. Daar moet ik nog even over nadenken. Ja, daar moet ik nog gewoon over nadenken. Van hoe doen we dat, hoe pak ik dat aan? Want de meesten hebben het bij de hand. Dus, maar ach ja. Hoppa, mijn boekie. En die heb je toch ook altijd nodig, want daar staat het allemaal in. Ja. En ik ben nog naar andere kaarten aan het zoeken. Dat zijn die kaarten die Ilona van Ware Kracht True Power ook heeft. Ja. Dus, en die kaarten wil ik ook graag er nog bij hebben. En dan, ja, dan zullen we het verder beleven. Ja, toch? Maar in ieder geval, het is nou wachten op Willy, het is heel raar weer. Ik heb het zonnescherm naar beneden, maar waarom? Ik weet het niet, want het is meer bewolkt dan wat anders. Het zonnetje schijnt wel en het is ook wel heerlijk weer. Qua temperatuur, het is 21 graden, zegt die. Daar staat resultaat. Nou, wat heb ik aan een resultaat? Twee keer niks. Dan pak ik mijn mobiel er wel bij. Uh,
Ja, kijk wat die zegt. Die zegt ook 21 graden, dus dat zal toch wel zo zijn, ja. Ja, echt. Met een luchtballonnetje erbij, hoe lief. Ja. Met andere woorden, het waait wel wat, erboven. Ja, dus helemaal leuk. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook gewoon weer een beetje met ons mee. En ja, vanmiddag moet ik ook weer boodschappen doen als Willy weer weg is. En ik heb heerlijk, heerlijk geslapen, maar ik was te vroeg wakker. Het was pak een beetje 6:30. Ik ook wel nog een hele tijd wakker geweest. Ik heb het op mijn telefoon zitten te hannissen. Toestanden op Facebook. Ik heb ook mee bemoeid. Ik denk, ja, hallo, het is mijn groep, weet je. Ik ben zelf een christene. Zijn ze erop tegen, ook leden hoor, ook een aantal leden, zijn ze erop tegen dat er iemand anders is die over zijn geloofsovertuiging iets neerzet. Ja, nou, en dat moet kunnen. Kom op, mensen. In wat voor jaren leven wij? In wat voor toestanden leven wij? En als er iemand is die een geloofsovertuiging heeft en dan een plaatje van wil neerzetten of een tekst van goedemorgen, lieve vrienden, of goedemorgen allemaal en God zegen, noem maar op. En daar is Willy. Rijka, klaar. Houd je mond. Dus ja, dat dus. Maar dat vind ik bizar dat dat niet mag. Nou, ik vind dat wel mogen. Het is mijn groep. En anders, ja, nou. Maar in ieder geval, Willy is hier, jullie horen. We gaan aan deze koffie maken. Later. Doei. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is net de deur weer uit. En die moet een hele tijd gaan missen. Want ze gaat nu 3 weken met vakantie. Tussen aanhalingstekens. Ja, want ze gaat. Ja, misschien is een keer een dagje weg. Maar ze heeft ook katten. Dus ja, die kan ze ook niet. Ja, wel alleenig laten, maar ook weer niet. Je blijft toch het liefst bij je dieren, toch? Ja. Dus ze zal misschien wel eens een dagje weggaan, of wat dan ook. Et cetera. Maar voor de rest blijft ze gewoon. In eigen stad, laat me zeggen. Dus misschien dat ik er wel zie, tegenkom, of wat dan ook, je weet me nooit. Ja, en ik weet ook waar ze woont, dus je kan ook bij haar een bakje gaan doen, hè. Ja, neem jullie gewoon ook mee. Maar in ieder geval, ik ga nou, ik heb nou net een vlog in elkaar gezet. En hij is nou bezig aan het renderen. Dat wacht ik niet af, hij bekijkt het maar. Ik ga lekker ook even weg, maar ik neem deze niet mee, want deze moet aan de lader. En hoe mijn telefoon is, nou ja, die staat op 81, dus ja, die gaat sowieso mee. En ik moet boodschappen doen, dus ja, ik ga in de zomer echt niet filmen of wat dan ook. Dat hebben jullie al vaak genoeg gezien in het verleden. Jullie dat zien, hoe de zomer eruit ziet, nou ja, die verandert toch niet, dus kan ik u altijd wel weer terugkijken. Maar ja, ik wil er ook niet uitgezet worden, want het is wel een winkel, zover ik weet, niet van het Wereld Economisch Forum. En dat is Albert Heijn wel, en daar ga ik niet heen, daar gaat mijn geld niet heen, nee. Ja, en is de FOMA maar ook een World Economisch Forum winkel? Ja, dan weet ik niet waar ik dan uit moet wijken. Want verder heb ik hier in de buurt niet een supermarkt. Dan moet ik helemaal naar de andere kant van Den Helder toe. En om dat 20ste moeten doen, dat wordt het hem ook niet. Nee, dat is dan een beetje bizar koud. Tenminste, als je een strenge winter gaat krijgen. Dus ja, dat dus. Maar ik ga gewoon nou wel boodschapjes doen en eventjes door het centrum heen vliegen. En dan zullen we wel weer eventjes zien hoe en wat is het. Ja, toch? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. En als ik weer terugkom, nou ja, dan laat ik jullie gewoon mijn boodschappen zien wat ik heb.
Ja, ik moet ook zo... Nee, ik heb andere snoepjes, dus ik hoef geen vrolijk snoepjes te halen momenteel. Ik heb andere snoepjes meegenomen. Dus ja, maar ik moet van alles en nog wat halen. Ik moet mijn hoofd erbij houden, dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze en geniet er gewoon weer een beetje mee. Tot later, doei! Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb eitjes gekocht. Waar nog een veertje bij zit. Nou ja, dan laten we maar mooi zitten. Want dat zit tussen de sluiting. En kandels is lastig, maar die blijft daar even voorlopig. Ik ga zo eerst met de meisjes uit. Ik heb weer een reservepot koffie meegenomen. Driemaal wat koffiemelk meegenomen. Ik heb een courgette meegenomen. Ik heb 1 peer meegenomen. Wat ga ik daarmee proberen te doen? En een kan met water. Perenwater. Perensap. Ja. Verse perensap. Knoflook. Om door het eten van de meisjes heen te doen. Ja, en dat doen we sowieso morgen wel even. Dan krijgen ze vleesje. En deze. En pak ik koek weer voor ze. 2 keer maal. Hoppa. Dat vind ik zo lekker, hè. Mediterraneo, of ja, kijk zelf maar, mozzarella. Ja, is lekker. 2 stuks zitten erin. Dus ja, dat gaat ook gewoon in de koelkast zometeen. En ik heb nog wat lekkers voor op een wrap. Enkel dat dit is, weet ik niet. Maar er zit, de zonnig dippen. Maar er zit knoflook in en ja, een groene vrucht, weet ik veel. Het lijkt op een citroen, maar dan in het groen. Dus ja, ik ga het gewoon eens proberen om ook op een wrap te smeren. Ja. En dus, we gaan gewoon kijken en dan is zo mijn doos. Lekker toch? Ja! Dat heb ik dus gekocht. Ga de koelkast in. Duct tape moest ik hebben. Maar ik vind het eigenlijk aan één kant zonde. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dan is dat ook maar weg. En dan terzijde tijd even voor iets anders zoeken. Maar ja, je moet eerst wel zien dat je het wegkrijgt. Maar in ieder geval, voor de salontafel die buiten staat, plastic eromheen. En even vastplakken met duct tape. Dat dus. En, ja. Twee theezeefjes voor de prijs van 1 zeezee. Ja, 99 cent. Nou, dan zou ik bij de voom maar meer kwijt geweest zijn. Ja, dat dus. Nou ja, die laat ik nog even mooi zo zitten. Dat, ja, joh. Oh. Het is zo van die gewone bindertjes. Oh, dat heb ik zomaar los. Ja, joh. Ik weet dat je eten moet, maar zover ben jij nog niet. Het is nog mijn tijd, hoor. Ik weet niet. Zo. Hoppa. Kijk, dan kan ik tenminste fatsoenlijk hier thee in doen. En... ja, weet ik van waar die ooit nodig voor is. Dat hangen we gewoon bij de safe op. Hoppa. En het hangt te hangen. Dan kan dat weg, dat karton. En de tas kan weer opgeruimd worden. En ik begrijp de mensen niet dat ze de tas zomaar ergens neerkwakken en de hele week blijft het er liggen en of ze hangen er dan een deurknop op. Ruim het op! Ja! Zit ik nou verkeerd? Nee, ik zit goed.
Nee, ik zit wel verkeerd. Ik moet die kant op. Ja, ik moet die kant op. Ja, en Karen die had een filmpje doorgestuurd. En dan moet je daar dubbel knakken. En daar dubbel knakken en dan... Nou, dat werkt bij mij niet, want dan kan die niet in de la. En ik heb ook meerdere tassen, maar ik vouw ze allemaal zo op. Dan kunnen ze mooi tegen elkaar aanstaan. Zo simpel als een bruine boom. Hoppa. Nou, dat kan weg, zei ik. Dat kan in de koelkast, in het wezen. Want ik heb er niet meer. Nee, dat is op de kop. Op de pot. Zo. Dan die. Ja. Dan leg ik daar overheen. Want ik krijg nou niemand die koffiemelk wil. Dus dan kan dat wel daar overheen verdekt worden. Dan de nieuwe eieren ernaast. Daar zitten er nog twee in. Hier al. Daar zitten er nog twee in. Mijn peer, ook maar even in de koelkast. Oh ja, ik heb hier nog een oude. Hoppa, daar dan. Hoppa. En deze jongeman. Hoppa. Niks meer, hè, wat erheen moet. Nee, nou, goed zo. Ja, toch? Jawel, knoflook. Wat er ook weer. Jo, hop, zo, ductape dat behoort eigenlijk in de schuur, maar dat laat ik even binnen leggen, want als morgen knap weer is, ga ik daar morgen mee aan de gang. Ja, oh nee, ik heb nog wat. Nou, dat doen we ook even in de koelkast. Ja. De kaars en dat is nieuwe wat ik nog nooit gehad heb. Ja, maar kijk het even. Je komt er even voorlopig niet in. Dat moet hier in de kast. Maar dan moet ik eventjes kijken of ik daar ruimte voor kan maken. Ik denk het niet. Dus ze zullen daar wel naartoe moeten verhuizen. Hier omheen. Ja, daar kan het wel. Hoppa. Die weer dicht. En de koek, de meiden, daar ga ik zo bij. Eerst die. En dan die. En voilà. Zo. En dan gaan we de meisjes uitlaten, want dat moet ook gebeuren. Als ik dan terugkom, dan ga ik mijn vlog naar YouTube brengen. Dan, als dat bezig is, kan ik mooi eventjes koffie maken en aan mezelf denken. En dan de vlog van Karin binnenhalen. En die heeft ook al, denk ik, gebeld. Maar dat moet ik nog maar kijken. Het is of de een of de ander. Ik denk dat het Karin is, maar die bel ik vanavond al terug. Moet ze ook maar begrip voor hebben. Ik heb ook meer te doen. Ja, dus Karin. Nou, sorry Karin, ik weet waarvoor je belt, maar dat komt wel. Komt helemaal goed. Ja. Hop, hop. Zo, en dan ga ik met de meisjes lopen. Dus lieve vrienden, geniet van jullie avond. Smakelijk eten, bon appetit en tot later. Doei. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Ik ben net thuis met de meisjes. De deur staat nog even open op een keertje. En we gaan zo lekker naar bedje toe. En ik wens jullie natuurlijk allemaal een welterusten. Een slaap lekker met hele mooie dromen. Uiteraard ook weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.